Vandaag een nieuwe Q&A. Yo mensen, dit is je boy Dylan hier. Vandaag weer een nieuwe Q&A, zoals jullie die gewend zijn op mijn kanaal. Om de zoveel tijd maak ik wel eens een Q&A. Vandaag is het een Instagram Q&A. Ik heb op mijn story geplaatst. Ask me something for a new video. In het Engels, omdat ik veel Amerikaanse volgers heb en zo. En ja, we zullen alles weergeven. Tikken. Want ik heb al redelijk veel vragen gehad. Heb je een vriendin crush? Die vraag ga ik nog even voor mij houden. Sommige mensen weten het wel. Ik ga die vraag nog even voor mij houden. Wat is je lievelings eten / drinken? Mijn lievelings eten is pizza en mijn lievelings drinken is ja, soms een keer een pintje. Waarom ben je begonnen met YouTube? Dat is een goede vraag. Ik ben begonnen met YouTube, die vraag krijg ik elke Q&A. Ik ben begonnen met YouTube omdat ik het ja, graag doe. Ik heb ook wel, als we zien, nu 134 fans ofzo, 135 misschien wel. En daarom ben ik eigenlijk begonnen met YouTube omdat, ja, ik heb een maat van mij, Sam Wilkins. Die nu ook eventjes, ja, ik heb daar een team mee opgericht, ik en Sven. Team is 2. Het is zo dat ik begonnen ben met YouTube. Allee, door hem ben ik eigenlijk begonnen met YouTube. Ik heb hem zien groeien. Ik wil dat ook wel. Dus nu doe ik ook aan YouTube. En ja. Wat voor soort video's maak je het liefst? Allemaal van Janaika Roland. X. Found Alive. X. Wat voor soort video's maak je het liefst? Eigenlijk tegenwoordig. Vlogs is de shit bij mij. Zou je een eigenschap aan willen veranderen aan jezelf? Zo ja, wat? Welke eigenschap zou ik aan mij willen veranderen? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Waar ben je bang voor? Om mensen waarom ik geef. Om die te verliezen. Wat is het meest gênante dat je ooit hebt meegemaakt? Gevallen met mijn fiets. Voor het ziekenhuis in Leuven. Wat houdt je het meest? Wat had ik het meest? Mensen die andere mensen gaan uitschelden. En ja, pesters wel. Heb je ergens spijt van? Van wat zou ik spijt hebben? Dat ik zo kut heb gedaan vroeger. En dat het eigenlijk. Als ik alles kon terugdraaien, had ik alles veel beter gedaan. Wat is je favoriete muziek? Mijn favoriete muziek is. Trap, drum and bass, hardstyle, hardcore. Zo die dingen. En wat is je favoriete kledingsmerk? Adidas. Als je in een film zou mogen meespelen, welke zou het dan zijn en waarom? Patser. Omdat dat is mijn lievelingsfilm. Een van mijn lievelingsfilms, zou ik zo zeggen. En ja. Daarom zou ik dan wel in willen meespelen. Omdat mijn niet doorspeelt dat ik mee. En zo, ja. Heb je een lievelingsprogramma / film? Lievelingsprogramma heb ik niet echt, omdat ik kijk bijna nooit televisie. Maar als het echt op YouTube zou zijn. Als ik echt een programma op YouTube zou moeten vinden, allee, een programma of een serie op YouTube, zou het dan toch wel Unloaded zijn van. Ja, ik kom weer even op de naam nu. En mijn lievelingsfilm is Patser en Suicide Squad. Heb je nog dromen die je wil waarmaken? Ja. Mijn grootste droom die ik wil waarmaken is. Veel volgers halen. Op Instagram.
bekend worden op TikTok. En vooral, ja, bekend worden op TikTok, bekend worden op YouTube, bekend worden op Instagram. En zo die dingen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video. Het was best wel een korte video, vond ik. En ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ja, bedankt voor de vragen. Ik zie jullie guys volgende week of binnen een paar dagen terug met een nieuwe video. Tot dan ben ik je boy altijd Dylan. Hier beneden ergens gaat nog een video staan van mijn vorige video's. Klik daar zeker op aan. Hierboven een infokaartje voor een nieuwe video idee. En tot dan ben ik je boy Dylan. En ja, ga even stemmen in de infokaart. Tot dan ben ik je boy Dylan. Ik hoop dat jullie genoten van deze video. Like, reageer, abonneer. Ja, doei!